allemaal. Het is vandaag weer tijd voor een update van hoe het met Niels gaat. Een mama-update, een beetje van mij, Niels, alles door elkaar. Niels is inmiddels 11,5 maand en nu zat ik me net te bedenken. Dat betekent dat, het is nu zondag de 13e, dat betekent, nu ik dit film, en dat betekent dat ik over 2 dagen uitgerekend was vorig jaar. En toen dacht ik al 2 weken, zou die al komen? Zou die al komen? Maar nee, dat duurde nog heel veel langer. Nee, trouwens, waarom zit ik nou met 15 november in mijn hoofd? Ik was 20e uitgerekend, 20 november. Goed, ik was over een weekje uitgerekend, nu, normaal gesproken. Heel bizar om te bedenken. Ja, en vanaf toen begon zeg maar echt het aftellen. En eigenlijk al iets eerder, omdat je denkt, ja, hij kan ook eerder komen. Dat gebeurde niet, hij kwam 10 dagen later. Maar maakt niet uit. Ik ga weer het een en ander vertellen. Ik zit een beetje aan mijn gezicht. Kijk, ik zie er een beetje raar uit. Maakt het niet uit. Als je denkt, woont ze in deze trui? Ik zie er in alle filmpjes met deze trui. Ja, daar woon ik in. Hij is van de Hennes en hij is echt super zacht. Hij is er ook in het grijs. Die wil ik misschien ook nog wel. Want het is gewoon een hele fijne trui. Hij heeft een beetje een colletje. Hij is super zacht. Altijd als ik deze trui aan heb, zeg ze, oh, ik ben zo lekker zacht en knuffelig. Knuffelbaar, zeg maar. En ik heb hier een jurk van in het grijs. Die is trouwens van Pull & Bear, niet van de Hennes. Maar het is echt heel fijn spul. Dus ik heb hem eigenlijk heel vaak aan. En ja, en ik heb hem vaak juist aan op dagen dat ik thuis ben. En dat zijn natuurlijk de dagen dat ik meestal film. Goed, genoeg daarover. Hoe gaat het met Niels? We waren vrijdag weer bij het consultatiebureau. En hij woog uit mijn hoofd. Ja, ik weet het. 10 kilo en 350 en 450 gram. En hij was 75,4 centimeter. Dus allemaal helemaal netjes in zijn lijn. Ook zijn hoofd omtrekken. Het zat allemaal precies op het goede lijntje. Hij zat op de plus 1 lijn en daar zit hij nu iets tussen. Hij zit zeg maar tussen de 0 en de plus 1 lijn. Dus helemaal prima. Verder moest hij ja, een soort heel klein propje uit haar handen pakken aan 2 kanten. Nou, dat was al geen probleem. Hij wilde het propje ook in zijn mond stoppen, uiteraard. Ze vroeg op een gegeven moment, ja, kruipt hij al een beetje? Hij kruipt, hij loopt achter zijn wagentje, hij staat. Als hij geconcentreerd bezig is, dan staat hij ook soms los en heeft hij niet in de gaten. En dan ineens ziet hij dat hij los staat en dan schrikt hij en dan valt hij. Dat heb ik al eerder gezegd, zeg maar, zo'n grove motoriek gaat hij gewoon heel snel. Dat kruipen, dat kon hij al. Maar ja, weet je, elk kind ontwikkelt zich weer anders. Dus ik zou je ook vooral geen zorgen maken als jouw kindje nog niet loopt achter een loopwagentje of whatever. Ik begreep ook dat er ook best wel veel kinderen zijn die bijvoorbeeld tijgeren en dan kruipen overslaan en dan gaan lopen of... Nou, weet je, allemaal dat soort zitten allemaal variaties ook weer in. Hij moest nog iets met blokjes en zo, iets met overpakken geloof ik. Maar ging geloof ik allemaal prima. Ik moet zeggen dat het wel altijd een beetje verschilt, zeg maar, welke... We hadden dan weer een jeugdarts en dat is om de zoveel keer. En we hadden één keer een hele goede gehad. En dat is altijd een beetje lastig. Als je eenmaal een hele goede hebt gehad, dan denk je, oh, zo kan het ook. En nu hadden we, nou, het was prima, maar het was niet echt dat je nou dacht, nou, daar hebben we nou heel veel aan. Op een gegeven moment kreeg hij dus prikjes aan allebei de kanten. 1, heel zielig. Nou, hij moest een klein beetje huilen, maar het was eigenlijk, zodra de prik eruit was en zijn been in zijn mond, was het gewoon weer oké. En toen zei ze daarna van, ja, hebben we nog vragen? En wij zeiden, nou, volgens mij niet. En toen zei ze van, en je weet dat hij nu met een jaar kan hij over op de halfvolle melk en bla bla. En toen dacht ik, dat had ik al gehoord van andere meiden uit mijn zwangerschapsgroep, maar ik had me daar verder nog niet. Maar toen dacht ik, dat ging eigenlijk te snel. We waren zo laat aan de beurt, we hebben 30 minuten gewacht. Waardoor Sven ook een beetje op hete kolen zat, die moest ook gewoon naar zijn werk toe. Dus het was wel een beetje van, ja. En ze, eigenlijk hebben we daar, dus ze zei, ja, maar gewoon nu mee eten met de pot. En nou, ze riep een aantal dingen dat ik echt dacht, oké. Dus nou, dan moet ik me nog even in verdiepen, want dat heb ik nog niet helemaal gedaan. En ja, ik vind halfvolle melk geven vind ik ook nog een beetje een lastige. Ik ben natuurlijk zelf lactose intolerant. En daar heb ik natuurlijk toen de tijd heel veel over gelezen. En ook vooral heel veel gelezen over dat melk eigenlijk gewoon is voor jonge koeien, dus kalfjes. En niet zozeer voor mensen.
dat je dus eigenlijk niet nodig hebt. Dus ja, dat maakt dat ik dan wel weer een beetje twijfel van moeten we dat nou gaan doen of niet. Maar ja, daar moet ik gewoon echt me even goed in gaan verdiepen en hoe dat zit. En sowieso, ik bedoel, hij heeft nu nog een fles middags en een fles 's avonds. Hij krijgt 's ochtends nog pap. Dus ja, het is sowieso nog even afbouwen. Dat overviel een beetje. Achteraf gezien had ik het wel kunnen weten dat dat zo zou zijn. Maar ik was er nog even niet op voorbereid. Weet je, KME eten met de potten en zo. We moeten gewoon onszelf gewoon aanleren om zoutloos te koken. Want ik wil hem niet al te veel zout geven. Dus gewoon ons aanleren om zoutloos te koken. En dan zelf er een beetje zout voor onszelf zeg maar, toe te voegen aan het eind of zo. Maar even kijken. Hij eet soms al wel met ons mee, maar dat is echt bij aardappels, groente, vlees en zo eet hij mee. Maar verder ook niet bij de wat exotische gerechten. Verder heeft hij 4 tandjes gekregen in 1 weekend. Ik weet, volgens mij was dat vorige keer nog net niet zo of net wel. Hij heeft in ieder geval zijn 2 onderste en zijn 2 bovenste tandjes. Daar heeft wel wat bloed, zweet en tranen gekost, moet ik zeggen. Sommigen hebben er helemaal geen last van. Nou, Niels had er echt heel erg last van. Ik denk ook, het duurde natuurlijk vrij lang. Hij heeft ze dus gekregen toen hij 11 maanden was. Ruim 11 maanden zelfs volgens mij. Dus ja, ik denk dan, moet ze misschien van ver komen. Is het pijnlijk of zo, ik weet het niet. En inclusief hele rode wangen, veel kwijlen. Wat we dachten, spuitluiers. Totdat we vanmorgen luiers hadden dat we dachten. Niels stond aan de. Hij houdt zich af. Hij staat eigenlijk altijd. Hij vindt staan heel fijn. Als hij ook iets ziet, dan pakt hij het op en dan sleept hij het zo met zich mee, kruipend. En dan legt hij het bijvoorbeeld op de salontafel neer en dan gaat hij het bekijken. Dus hij vindt staan heel fijn. Hij doet eigenlijk alles staan. Dus hij stond iets te bekijken en hij zeg maar, hield mijn stoel vast. En hij zei van: Karin, pak. Je moet nu Niels oppakken. Dus ik dacht, er gebeurt iets. Maar het zag gewoon helemaal, het droop gewoon langs zijn benen. Great. En dat daarna nog een keer. Dus na deze oekase kregen we vervolgens nog 2 uur later nog een keer hetzelfde. Oh, misschien zijn dat spuitluiers. Maar we hadden ook al gehad dat het echt heel erg super diarree was, zeg maar. Maar dit was gewoon echt bijna water. Nou ja, ik weet het niet. Het kan ook zijn, want ik heb afgelopen week een soort, het buikgriep wil ik het niet noemen. Ik dacht eerst iets verkeerds gegeten. Maar dat was het niet, want daar hield veel te lang voor aan. Dus het was wel een soort van buikgriep. Alleen, buikgriep denk ik echt aan dood en verderf 24 uur lang, zeg maar. Dat was het niet. Maar ik was wel niet helemaal oké, zeg maar. Je snapt wat ik bedoel met buikgriep. Maar dus dat kan ook zijn dat Niels daar nog iets van op heeft gepikt of zo. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, that was what happened. En hij werd net ook weer wakker met een super rood wangetje, dus... Tandjes is een beetje een dingetje. Sven zei dat hij nu alweer tanden daarnaast ook zag komen. Mijn schoonmoeder zei het vorige week ook. Ik zie het zelf nog niet echt. Maar weet je, het is ook maar net in welke houding die staat. Of je dat ziet of niet. Dus tandjes is wel even een dingetje. Misschien wat tips. We hebben Dentinox geprobeerd. Dat doet wel iets. We doen dan paracetamol als het echt niet meer te hard is. Dan gaan we daarvoor. De apotheek zei ook, doe dat gewoon alsjeblieft. Het kan echt geen kwaad. Dus oké. En ik ben nu, en ik zit even te kijken hoe het heet. Oh, dat heb ik hier niet staan. Het heette iets van... Het is van VSM. Garmex of zo. Het is van VSM en het helpt tegen tandjespijn. En het helpt ook tegen de andere, het is dus homeopathisch. Tegen de kwaals die daaromheen zitten. Het hangerige en zo. Nou, dat heeft hij ook allemaal heel erg. Proberen we nu. Maar de homeopathie duurt altijd wat langer. Maar ik heb wel het idee dat dat ook wel werkt. Allemaal maar een beetje half. Ik wil niet zeggen dat het echt het over helpt. Dat het echt volledig weg is dan. Maar vannacht had hij... gisternacht had hij natuurlijk zijn... hij had dus vrijdag zijn prikjes gehad. Dus het was gisternacht was het een klein beetje een drama. Hij voelde zich echt niet lekker. Dus dat zijn altijd van die dingen. Het blijft altijd een beetje zoeken. Verder zit hij super in de aanhankelijkheidsfase. Hij hangt echt non-stop aan mijn been. Hij is eigenlijk op slechte dagen alleen maar stil als ik hem vast heb. Of als Sven hem vast heeft. En op goede dagen is hij gewoon zijn eigen blije zelf. En doet hij gewoon lekker zijn ding. Maar als hij dus niet lekker is met die prikjes en zo. Weet je, dan komt het al snel in het... Ik wil aan mama's been hangen.
En dat heeft dus nog bij mij nog een stuk erger dan bij Sven. Dus dat moet ik zeggen dat ik dat best wel zwaar vind. Want je voelt je eigenlijk non-stop schuldig. Want als je bij hem zit is het eigenlijk ook niet goed. Want hij wil gewoon... dan gaat hij weer weg, zeg maar. En als je niet bij hem bent, dan kruipt hij huilend achter je aan, zeg maar. Dus ik vind dat vind ik best wel lastig. Want ja, weet je... ik hoor nu wel veel van geef eraan toe. Hè? Dus laat je gewoon zien dat je er voor hem bent. Maar ja, er zijn ook gewoon dingen die moeten gebeuren in het huis en zo. Dus ik vind dat wel lastig. En het is aan de andere kant ook wel heel schattig. Want hij knuffelt daardoor wel veel meer en zo. En dat is natuurlijk wel heel fijn. Maar goed, dat vind ik dus best wel een beetje zoeken. En ook dat hij gewoon best... Ja, weet je, dat hij gewoon best wel veel huilt dan. Dat vind ik wel gewoon... dat vind ik wel zwaar. Maar ja, de afgelopen dagen, eigenlijk voor die prikjes, ging het eigenlijk weer een stuk beter. Was hij heel vrolijk, heel gezellig, heel... Ja, dus het zijn ook een beetje fases en het komt gewoon allemaal tegelijk met die prikjes. En dan tandjes en inkennigheid en verlatingsangst, wat het dan ook is. Dus ja, dat is gewoon wel lastig. Verder, ook als hij tandjes heeft en zo, dan eet hij niet zo goed. Maar eigenlijk over het algemeen eet hij heel erg goed. En nu moet ik dus een beetje gaan zoeken hoe we dat gaan doen met nou ja, zijn hapjes en zijn fles. En versus gewoon met ons mee eten en geen fles meer. Dus ik ben nog niet helemaal over uit hoe we dat gaan doen. Slapen, hij slaapt nog steeds zeker 2 keer op een dag. Soms zelfs 3 keer. En hij doet dan echt korte slaapjes. Ik probeer hem steeds wel langer. Dus als hij dan wakker wordt, dat probeer ik hem nog weer in slaap te krijgen. Maar... blijkt het toch vrij lastig. En dan hoor ik heel veel dat jongetjes gewoon nou eenmaal korter slapen. En die hebben gewoon heel veel energie. Maar ja, ik zou wel heel graag naar één slaapje willen. Maar ik zie dat gewoon helemaal niet gebeuren. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie ervaringen zijn met 1 of 2 of 3 slaapjes. Meestal gaat hij rond 9:00 ochtends alweer naar bed. Want dan is hij vaak alweer moe. En dan slaapt hij, nou ja, zeg ongeveer 1 uurtje. En dan gaat hij na zijn lunch, meestal zo rond 2:30 of zo, gaat hij nog een keer naar bed. En als hij het echt niet trekt, gaat hij dan nog een keertje om 5:30 of 6:30, zeg maar, nog even heel kort. Ik zou liever hebben dat hij gewoon na de lunch echt even een goede lange ruk maakt. Gewoon even 2 uur, 2,5 uur, weet ik wat normaal is. Maar dat redt hij niet. Op het kinderdagverblijf slaapt hij overigens wel heel veel beter. Daar slaapt hij vaak 2 uur. En dat ook nog vaak 2 keer. Dus waarom dat zo is, dat snap ik dan ook niet helemaal. Want ja, maar aan de andere kant denk ik, misschien laat ze hem daar ook iets langer liggen. En dat hij dan uiteindelijk wel weer zelf in slaap valt. Dus ben ik een beetje naar aan het zoeken. Dus alle tips en ervaringen zijn heel erg welkom. Hij is natuurlijk bijna jarig, dus we zijn bezig met cadeautjes. Een tip die ik van een collega kreeg is lijstje.nl, waar je een verlanglijstje kunt maken. En dat kun je dan ook delen met de mensen van het feestje. Ik heb het eigenlijk meer gebruikt als een soort lijstje voor mezelf. Zo van al dingen waar ik aan dacht, die zet ik erop. En dan dacht ik van, nou, als de mensen dan vragen, dan kan ik dat zeggen. En toen hadden we Sven en ik het er later over. En toen hadden ze willen eigenlijk niet dat hij alle 100 kleine speeltjes krijgt, want dan kan hij toch niet meer kiezen. En ja, weet je, je merkt dat als hij alles, hij pakt dan alles uit en weet dan helemaal niet meer wat hij moet doen en dan wordt hij heel onrustig. Terwijl hij heel erg graag gewoon gefocust op één ding heel lang bezig kan zijn. Dus dan hadden ze liever wat grotere cadeaus, dat ze mensen combineren, zeg maar, dan alles los. Dus we hebben nu, we vieren zijn verjaardag eigenlijk 2 keer. Eén keer met Sven's kant van de familie. En dan vieren we het in Zwolle. Omdat zijn familie allemaal daar woont. Dan vieren we het bij zijn ouders thuis. En de andere week is het met mijn familie. En dan komt iedereen gewoon bij ons. Dus het is eigenlijk vieren we het 2 keer. Mag, kan niet, kan, de pret kan niet op. Ook nog rond Sinterklaas. Maar goed. Waarbij we aan Sven's familie, die is wat groter. Dus daar hebben we het IKEA keukentje aangevraagd. Want dat willen we heel graag. En we waren bij het consultatiebureau, was Niels ook al helemaal heet met die deurtjes bezig. Zo vond hij prachtig. En aan de andere kant hebben we een loopfietsje gevraagd. Want ja, weet je, hij vindt eigenlijk alles wat met lopen te maken heeft leuk. Dus we hopen heel erg dat we dat krijgen. En dan hebben we gewoon 2 grote cadeaus. Ik heb er wel bij gezegd, weet je, als mensen echt heel graag
iets anders willen doen, weet je, dat kan altijd. Dan had ik dus gezegd, bijvoorbeeld een spulletje voor in de keuken of zo. Maar goed, dus dat. En van ons krijgt hij een Little People boerderij, omdat ik daar echt heel veel verhalen over hoor, dat mensen dat heel leuk vinden. En hij krijgt ook nog, ja, dat is echt vreselijk dit, want ja, weet je, dat is gewoon... Ik denk ook, weet je, het wisselt denk ik ook per jaar. En hij heeft nu natuurlijk toch geen idee van waarde van dingen, dus het maakt nu nog niet zo heel veel uit. Hij krijgt van mijn ouders, krijgt hij... Ik had op het kinderafvraag gevraagd van wat vindt hij nou echt heel leuk. Dat was een regenmaker. Dus heb ik zo'n kleintje, krijgt hij of voor Sinterklaas of voor Sofia, moet ik even kijken. En een bepaald soort hele grote auto. En dacht ik, hij heeft ook helemaal geen auto's. En dit is dan een soort ding waar dan ook weer andere auto's in kunnen. Ik weet het al niet. En dat krijgt hij van mijn ouders. Dus ja, hij wordt flink verwend dit jaar. Maar wel met gewoon een aantal goede kwaliteit, goede spullen. En niet 100.000, zoals mijn moeder zou zeggen, niet 100.000 plastic troepjes, zeg maar. Dan komt er nu ook taart. Ga ik een taart bakken? Ga ik een taart kopen? Dat weet ik al niet. Tractaties. Nou, daar ben ik ook allerlei ideeën voor aan het verzinnen. Waarbij ik het sowieso graag gezond wil doen. Maar het moet ook iets zijn wat Niels eet. Dus nou, weet je, moet ik allemaal nog een beetje over na gaan denken. Ik heb in ieder geval van die kleine tractatieboekjes. Ja, het is allemaal even. Het zijn allemaal heel veel dingen die je ineens moet bedenken. En Sinterklaas gaan we vandaag naar de optocht. Hij komt vandaag aan in Utrecht. En hij is gisteren aangekomen, zeg maar, in het land. En dat is dus voor jullie alweer eerder. Maar goed, ik plan natuurlijk wel werkend een beetje vooruit. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik weet niet wat hij ervan vindt. Ik had volgens mij al gezegd dat Sven Sinterklaas wordt op het kinderdagverblijf. Dat is ook wel hilarisch. En ja, ik ben heel benieuwd of Niels, wat mannen met baarden vindt Niels toch altijd een beetje spannend. Dus nou, we gaan het zien. En dat is het denk ik al zo'n beetje. Dat zijn wel weer de belangrijkste dingen van deze maand. Ik merk dat trouwens de winter weer komt. Ik merk dat zijn gezichtje weer wat ruwer wordt. Dus ik ga weer flink smeren. Om dat een beetje soepel te houden. En ik ben ook heel benieuwd qua kapper. Want ja, het haar begint nu al redelijk lang te worden. Maar ik weet nog niet zo goed voor wat voor kapsel ik wil. Want ik vind het wel leuk als hij wat langer haar heeft. Maar ja, hoe knip je het dan nu? Ik weet het niet. Dus weet je, laat vooral even weten. Wanneer hebben jullie je kindje voor het eerst zijn haren geknipt? Heb je dat laten doen? Heb je het zelf gedaan? Wat voor kapsel is het geworden? Let me know, ik weet het niet. Ja, verder met mij niet zoveel spannend. Dus daar hoef ik het volgens mij verder niet echt over te hebben. Behalve dat ik het wel een pittige fase vind, wat ik al zei, met het mama achter me aanrennend. Het is heel lief, maar het is ook heel zwaar. Laatst was mijn vader hier en toen kwam ik thuis. En toen begonnen ze die hysterie. Toen zei hij, ja, ik snap wel dat dit best wel zwaar is voor je. Dank pap. Dat is het zeker. Dat was het. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Het was natuurlijk zoals altijd weer gratis, zoals je van me gewend bent. Verder wil ik jullie ook bedanken sowieso voor al jullie trouwen. Dat jullie altijd trouw kijken. En ook de nieuwe mensen heel erg welkom. Ik ben trouwens Karine voor de nieuwe mensen onder ons. Had ik misschien aan het begin even kunnen zeggen. Maar superleuk. En ik zou het heel leuk vinden als je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal Blondie Beauty Fashion. Zometeen zie je een balletje met mijn hoofd erin. Als je daarop klikt, dan kan je abonneren. Maar het kan ook hier onderaan in de link. Ergens hierboven volgens mij ook nog ergens een rode knop. Of hier ergens. Maar zou ik superleuk vinden. Want dan ga ik daar weer een mooi magisch aantal abonnees toe. En ja, ik ben jullie super dankbaar. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. En heel erg bedankt voor al jullie support altijd. Doeg!